2016 wordt een moeilijk beleggingsjaar, maar ieder beleggingsjaar is een moeilijk beleggingsjaar. We gaan wel te maken krijgen met monetaire verkrapping en dat hebben we al heel lang niet meer gezien. Met name vanuit de Verenigde Staten is dat toch een bijzonder fenomeen. Want jaren en jaren achtereen heeft de centrale bank daar de geldkraan wijd opengezet. En nu gaan we eens te maken krijgen met hogere rentes. Ik ben benieuwd hoe beleggers daarmee om zullen gaan. Als we gaan kijken naar regio's, denken wij nog steeds dat je beter in Europa kan beleggen, omdat we daar nog enige winstuptik mogelijkheden zien. De economie gaat best wel goed, de olieprijzen, daar profiteren we van. En de valuta's maken nog een goede vergelijking ten opzichte van de jaren daarvoor. Dus wat dat betreft zit alles nog mee, ondanks alle tegenwind die we uit emerging markets zoals het Verre Oosten en Zuid-Amerika hebben. Als we naar de Verenigde Staten gaan kijken, verwachten we daar toch wel wat meer economische tegenwind. Dat is echt een economie die op zijn laatste benen in de cyclus loopt. En dat gepaard samen met een verkrappend monetair beleid is geen goede combinatie. En ook voldoende reden om weg te blijven, ook al vanwege de hoge waarderingen die daar zijn. Als we naar beleggingscategorieën gaan kijken, dan denken we dat obligaties een categorie zijn om zeker te mijden. Het rendement, het renterendement wat je kan krijgen van zeg een 0,5% op Duitse staatsobligaties is gewoon simpelweg te weinig. Je hebt maar een heel klein beetje rentestijging nodig om al je couponwinst weg te vagen. En die risico-return is gewoon te slecht om daarin te beleggen.